Vooral de aanbouw aan de achterzijde heeft forse brandschade opgelopen. Op het moment is er een instorting heeft er plaatsgevonden. Dus het pand is als verloren beschouwd. Het duurde vrij lang voordat de brandweer water in kon zetten. De vlammen sloegen hoog uit het pand en toen is het als een razende gegaan. En vervolgens was er erg veel rookontwikkeling. Schrikken was het dus. Rond 11:30 vanochtend begon de brand in het pand aan de Wandelweg. Bewoners mochten hun huis niet uit of moesten op grote afstand blijven. De politie zei dat we binnen moesten blijven of achter het lint, want het waren misschien gevaarlijke stoffen, dus zodoende. Uiteindelijk blijken er geen gevaarlijke stoffen te zijn vrijgekomen. Maar het was wel uitkijken met het inademen van rook. Voor de eigenaar van het pand was het een zwarte dag. De huizen naast het brandende pand, ook van hem, waren net opgeknapt. En in het pand dat nu verloren is, werden juist appartementen gebouwd. Dus eigenlijk valt het hele plan in duigen. Ik moet maar afwachten hoe de gerenoveerde panden er naar de brand uitkomen. Dat is natuurlijk ook wel een punt. Dus u bent eigenlijk weer helemaal terug bij af met die panden? Ik ben nu weer terug bij af, ja. Hoe de brand ontstaan is nog onduidelijk en wordt onderzocht. En zo ziet het verwoeste pand er nu uit.